www.deboodschap.today. Meester Astrid Boudou, bewustwording teweeg brengen in zaken voordelen herstelrecht. Astrid Boudou is afgestudeerd en draagt nu de titel van meester in de rechten met als specialisatie het herstelrecht. Boudou verdedigde op dinsdag 15 januari 2019 haar thesis, waarin is verwerkt dat bewustwording teweeggebracht moet worden in zaken de voordelen van herstelrecht. In diverse landen worden door criminologen en herstelrechtdenkers verschillende betekenissen gegeven aan het juridisch begrip herstelrecht. Boudou koos voor de definitie van Inge van Vregem. Van Vregem heeft tal van definities bestudeerd en haar definitie is: herstelrecht is een optie voor recht doen die in de eerste plaats gericht is op het herstel van schade gericht aan het slachtoffer, veroorzaakt door een strafbaar feit gepleegd door de dader. Herstelrecht kan het best gepraktiseerd worden door coöperatieve processen van alle betrokkenen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.